Nou, wij zijn als marketingteam heel erg druk geweest met het maken van de website van K2M. En op een gegeven moment loop je er natuurlijk tegenaan dat je ook beeldmateriaal op de website wil hebben. Dat kunnen natuurlijk alleen K2M'ers zijn die we op de foto zetten, ook door middel van onze videomarketeer die dat goed voor elkaar krijgt. Maar alleen dat is niet afdoende of wel heel erg eentonig. Vandaar dat we op een gegeven moment op zoek zijn gegaan, of in ieder geval de uitdaging wilden aangaan om ook ander materiaal binnen onze website te plaatsen. Vandaar dat we er ook voor hebben gekozen om naar iets anders op zoek te gaan en toch wel iets wat bij onze huisstijl zou kunnen passen. En gelukkig hebben we daar een oplossing voor gevonden. Nou, op een gegeven moment zijn we dus op zoek gegaan naar een tool die ons kon helpen bij het maken van visuele uitingen. We kennen allemaal Photoshop, Illustrator en alle andere elementen van Adobe. Maar eigenlijk zijn we dicht bij onszelf gebleven en gaan kijken in het portfolio van onze eigen leverancier Dassault. Daarin vonden we SolidWorks Visualize. En eigenlijk zorgt Visualize ervoor dat je met bepaalde renders een optimale visuele weergave van wat je ook wilt laten zien krijgt. Dat kan een eigen product zijn, maar in ons geval zijn dat puur ondersteunende icoontjes geworden eigenlijk. Die in 3D te zien zijn, waar je ze normaal in 2D ziet. Wat voor ons ook weer helemaal terugslaat op eigenlijk waarmee wij begonnen zijn als K2M. En dat is het 3D-model en de productdata daarachter. Wat heeft het gebruik van Visualize ons opgeleverd? Dat is enerzijds natuurlijk dat je heel duidelijk een uniforme uitstraling als K2M kunt nastreven. Omdat eigenlijk alle icoontjes die gerenderd zijn op elkaar lijken. Dus die worden zowel op de website als in presentatie en andere soorten communicatieuitingen van K2M gebruikt. En ja, hoe mooi is het dat je natuurlijk een product van jezelf, of in ieder geval een product van een leverancier, wat wij ook verkopen, kunt gebruiken om uiteindelijk het optimale resultaat te laten zien aan de klant. Dus wat de klant uiteindelijk hier ook mee zou kunnen. Die combinatie van facetten heeft voor ons eigenlijk wel het verschil gemaakt eigenlijk. En ervoor gezorgd dat wij een hele mooie uniforme uitstraling hebben binnen onze website en andere communicatieuitingen.